Frits van den Berg. En nou, de drie punten blijven deze keer in de derby op de lok. Maar vorig jaar ook al, Rini. Ook twee keer. Dat klopt. Van tevoren werd er weinig gegeven voor de kansen van de TSC. Ja, maar elke wedstrijd is anders, Rini. Kijk, we hebben natuurlijk een derby. En in een derby, daar gebeurt van alles. En ik denk dat de mensen die hebben vandaag ook een leuke wedstrijd gezien om naar te kijken. En ja, derby's zijn apart. Ja, en als je dan aan het langste eind trekt, zoals vandaag, dan geeft dat wel een lekker gevoel, ja. Even analyse van de wedstrijd. Het echte tiki-taki voetbal van TSC hebben we niet gezien, maar wel gewoon een sterk werkende ploeg. Ja, ik vind wel als er één ploeg, zeker in de eerste helft al, want kijk, uiteindelijk kunnen we ook al de rust ingaan met een 3-1 voorsprong, hè. Kijk, met alle, Robbie Holden komt alleen voor de keeper. Ja, en dan kun je zeggen van ja, de kansen benutten, maar dat is ook ons probleem. Kijk, Robbie Holden komt alleen voor de keeper. We hebben twee momenten in de eerste helft dat we uit kunnen lopen naar 2 en 3-0. Het kan ook 3-1 staan. Ja, maar we hebben op zich hebben we niet zoveel weggegeven, hoor. Het schot van der Meijrakker was natuurlijk wel fabelachtig, hè? Welke? Die net overging. Ja, oké, maar goed. Net over of op de lat. De vrije trap van Rendel die ging ook net over. Die valt op het dak van het doel. Nee, kijk, het gaat om daadwerkelijk, als je de kansen afstreept over de hele wedstrijd gezien, dan denk ik dat er maar één ploeg recht had om te winnen. Dat was Tek. Jan Schimmel, keeper van FC Linde. Met 0 punten sta je hier op de lok. Hoe voelt dat? Ja, 0 punten is altijd kloten natuurlijk. We gingen hier voor de volle winst. Wij staan natuurlijk bovenin op de ranglijst. Ja, en als je dan verliest, dat is kloten. Dijk van de wedstrijd gekiept, dat wel. Maar je hebt er toch 3 doel moeten laten. Dat is niet anders. Analyseer even de wedstrijd. In het begin was het volgens mij een beetje aftasten. Hun speelden lange ballen, wij speelden lange ballen. Je probeert natuurlijk wel te voetballen. Het veld was heel lastig bespeelbaar. Het was drassig, veel zand op het veld. Ja, dat heeft wel een rol gespeeld, hè? Ja, wij zijn dit seizoen echt aan het voetballen. En lange ballen spelen natuurlijk ook van de Meijrak. En vanuit daar probeer je door te voetballen. En dat lukte vandaag af en toe. Maar ja, het was niet dat we helemaal in ons spel konden komen. Bent u het mee eens als we zeggen dat er één winnaar mocht zijn vandaag en dat TSC was? Op strijd hebben ze sowieso gewonnen. Alleen ik vind met de kwaliteiten die wij hebben. En ja, ze hebben gewonnen en ja, ik respecteer dat. En uiteindelijk hebben ze terecht gewonnen. Hans Kraaij, je moet er vreselijk de pest in hebben. Ja, we hebben niet alleen de pest in. We zijn boos, teleurgesteld. En teleurgesteld is erger dan boos. We zijn vooral heel erg teleurgesteld. Vorig seizoen was je ook boos en teleurgesteld. Waarom nu? Als je de hele week op één ding hamert, dat wij niet 10 punten beter zijn dan Tek. Dat je voor je supporters 120% zal moeten geven vanaf de warming-up, vanaf het moment dat je de bus instapt. Nou, dat hebben we 25 minuten gezien. We hebben 25 minuten hebben we heel goed gespeeld en moeten we met 0-1, 0-2 voorstaan. En daarna heb ik het gif niet gezien wat supporters verdienen. Dus met name boos op je eigen helft? Ja, boos op onszelf. Wij hebben niet het gif gebracht wat in een derby thuis hoort. En dat vind ik echt ongelooflijk. De hele week. Doe het voor je supporters. Doe het voor je supporters. Vreet het gras op. Dat kan je hier wel. Bij ons kan je dat niet. Omdat wij dat kunstgras hebben. Ik heb het niet gezien. En ik vind dat voor onze supporters vind ik dat echt schrijnend. Als we kijken naar de wedstrijd, even een korte analyse. Dat wij de eerste 20, 25 minuten goed gespeeld hebben en daarna niet het gif hadden om deze wedstrijd per se te willen winnen. En dat had Tek wel en dat vind ik heel erg. En dat neem ik onze spelers heel erg kwalijk. Wat ga je eraan doen? Asociaal hard trainen deze week. En heel vervelend tegen de groep zijn. Sven Verningen, kind van TSC, tegenwoordig voetballend bij de Kozakkenboys. Je was vandaag toeschouwer, heb je genoten? Ja, ik heb wel genoten, ja. Dus, Ja, de wedstrijd was wel aantrekkelijk om naar te kijken, omdat ik natuurlijk bij allebei de clubs gespeeld heb. En wat je al zegt, kind van de club bij Tek, dus het is sowieso leuk als je hier al loopt en al die mensen gewoon je nog een warm hart toedragen. En als je dan zeg maar de wedstrijd terugkijkt, dan is dat wel leuk om dan die jongens weer op het veld te zien. Tek terecht te winnen? Het begin was Line beter, zeg maar de eerste 25 minuten. En toen op een gegeven moment kreeg Tek wat kansjes en ik denk dat het Mujo echt heel mooi afmaakt. En dan vergeten ze eigenlijk nog meer goals te maken in de eerste helft.
En ja, tweede helft had ik ook denk ik de meeste kansen. En nou, het bleef lang spannend, hè? Ja, daarna nog, hè. Omdat die 2-1 nog viel. En, maar goed, ik denk dat Tech wel verdiend gewonnen heeft. Als je 3-1 en dan de gemiste kansen tegenover elkaar zet, denk ik wel dat Tech de verdiende winnaar is, ja. Even over jouw eigen carrière, zoals we maar even zeggen, bij de Kozakken Boys. Inmiddels daar vaste waarde of nog niet? Ja, begin lastige start gemaakt. Nu, ik val elke week in. Ik heb al een aantal wedstrijden in de basis gespeeld, waaronder het bekeravontuur tegen de Graafschap en PEC Zwolle. Was natuurlijk leuk, hè? Wat superleuk was, ja. Dus 120 minuutjes gespeeld in allebei die wedstrijden. En van belang geweest, geloof ik. Ja, ik denk dat ik die wedstrijden goed gespeeld. Trainen me daarna ook laten staan. Hè. En toen zijn we op een gegeven moment weer van 5 naar 4 verdedigers gegaan. Waardoor hij gewoon die jongens heeft laten spelen weer die al daarvoor ook speelden. Dus eigenlijk gewoon een logisch vervolg voor een ploeg die het gewoon, ja, eigenlijk gewoon normaal gesproken goed doet. We mogen wel iets meer punten gaan pakken nog, maar ja, dat zie ik wel goed komen. Nou, mooi. En je hebt er nog altijd plezier in? In het voetbal heb ik zeker heel veel plezier, ja. Emilio Vink, fantastisch gevoel, hè? 3 punten tegen Liende, altijd goed. Altijd lekker. En vorig jaar al 2 keer gewonnen. Nu voor dit seizoen hebben we de eerste al te pakken van ze. En hij zat er lekker in, dat doelpunt voor jou? Ja, zeker. Hij zat er lekker in. Ik moet hem even nog terugkijken. Maar hij viel lekker bij de tweede paal. Ook wat ik wilde. Stiftje over Jan, tweede paal liggen. Ik zag al wel dat hij een stukje uit zijn goal stond. Dus lekker om zo de 1-0 te maken. En toen bleef het lang, zeg maar, spannend. Op het einde was het toch nog even billen knijpen. Maar goed, het is goed gekomen. Ja, ik denk dat we gezien de eerste helft moet je denk wel 3-1 voor staan. Hun hebben nog wel een kans gehad, die werd teruggelegd, schieten ze over. Maar wij met Robbie en Obi, 2 goede kansen die je moet maken. En dan sta je eigenlijk met 3-1 in de rust, kan het. Na rust zie je dat er veel ruimte komt. Daar gaan we niet helemaal lekker nog mee om, vond ik zelf. Ja, dan maak je nog een goede 2-0. Dan is het gewoon zuur dat je dan, volgens mij was 5 minuten voor tijd, 2-1. Want je weet, hun pompen alles erin en dan wordt het nog lastig. En, maar ik denk dat we daarna nog een goede 3-1 maken en de wedstrijd dichtgooien. Er wordt op een andere manier gevoetbald door TSC, minder naïef? Ja, maar ik denk wel dat we Savan, er ligt wel ruimte achter hun verdediging. Dus wel snel erachter leggen en op bepaalde momenten voetballen wanneer het kon. En dat kon je vandaag ook wel terugzien. Dat we, ja, we hebben gewoon goede spelers en ja, dat zie je vandaag weer terug. Jij bent hier op de Lok, nog steeds actief. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Ja, ik blijf gewoon tot nu toe bij Tech. Je weet het nooit in het voetbal, maar ik heb het goed naar mijn zin. Het is dicht bij mijn huis, dus ik zie geen reden om hier weg te gaan. Lorenzo Cairo, een degelijk kapot gefloten. Ja, ja, ik heb een goed gevoel over de wedstrijd. In de achterhoofd moet je wel houden, dat is, ja, het is wel een derby, dus je probeert zoveel mogelijk te laten voetballen. Hun het werk te laten doen, niet te veel opvallen, zeg maar. En ja, dan ga je wel eens buiten het boekje, laat je dingen lopen. En vind je het wel goed als spelers zo. Het was ook heel vriendschappelijk onderling en ze accepteerden elkaar, dus dat was voor mij goed. De trainer van FC Linden zag dat heel anders. Die noemde jou een ongelofelijke thuisfluiter. Dat hoor ik al vaker roepen, dus dat is bekend taalgebruik van hem. Ja, waar is dat op gebaseerd? Ja, weet ik niet. Ik kom uit Brabant, ja, ik weet niet of dat een thuisfluiter is. Maar misschien heeft het te maken dat ik regelmatig Linde in uitwedstrijd fluit. En dat ik dan in zijn ogen dan voor de thuisvereniging fluit. Ja, oké, dit. Ja, laten we dat voor wat het is. Die scrimmage bij het doel waar 2 gele kaarten vielen. Eentje voor Linde en eentje voor TSC. Beschrijf het eens, wat gebeurde daar? Ja, strafschop, doelpunt. Keeper houdt de bal vast. Probeert dan, in mijn ogen veel tijd te kopen. Nou, Van der Meijer die duikt er bovenop. Ja, dan wordt het, ja, het ziet allemaal heel erg eruit. En er horen gewoon 2 gele kaarten bij volgens de spelregels. De sfeer in het veld, hoe was dat? Ja, uitstekend. Wat ik al zei, ze accepteerden elkaar. Ze accepteerden ook de leiding. En natuurlijk zijn er dingen dat ze zeggen van ja, dat had misschien oranje of geel moeten zijn. Ja, oké, dat blijf je altijd houden in het voetbal. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de spelers gewoon met een goed gevoel het veld afgaan. We kijken dinsdag de aanstellingen en dan zie je van dat je zondag naar deze wedstrijd mag. Ja, dat is gewoon geweldig. Daar werk je heel hard voor. Daar train je 2-3 keer in de week voor. En dan dat zo'n wedstrijd zo loopt, ja prima, weet je. Dat is gewoon acceptabel. Het niveau van de wedstrijd? Ja, zeker. Een dikke 8. Burgerbeester Beenhakker, u hebt een mooie wedstrijd gezien.
Ja, fantastisch. Voor de objectieve toeschouwer was het een mooie wedstrijd. Nou was ik dat niet. Dus ik ben heel blij dat TSC gewonnen heeft. Ik heb trouwens uw collega uit Buren, de Jan de Boer, de burgemeester daarvan, gemist. Ja, klopt. Die had een andere verplichting. Die moest ergens een opening doen, maar die ga ik zo meteen wel even appen natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk wel even humor nu. Maar ja, TSC heeft gewoon fantastisch gespeeld. Ik vond het echt een, wat ik zeg, leuke wedstrijd sowieso om te zien. Ook voor de neutrale toeschouwer. En ja, voor ons is het natuurlijk hartstikke leuk dat TSC in een moeilijke periode deze belangrijke derby wint. En dan IJsselmeervogels uit volgende week. Nou, dan zou het zomaar weer eens goed kunnen komen. Ja, als ze met dit elftal zou blijven spelen en op deze posities, dan, ja, dan moeten we toch wel echt wat kunnen gaan stijgen. U bent hier geweest als supporter, maar u bent natuurlijk ook burgemeester. Al zodanig betrokken bij veiligheid. Wat komt daar nou bij kijken? Nou ja, toch nog wel wat meer dan sommige mensen misschien denken. Er ligt een draaiboek, zeker voor risicowedstrijden. Want ja, goed, Linde is dan toch, gelukkig gaat het meestal wel goed hoor, tussen de supporters. Maar ja, toch wat extra aandacht heeft natuurlijk nodig, zo'n derby. En nou ja, we hebben ook wat extra inzet van beveiligers, stewards vanuit TSC en Linde. Linde had ook een paar mensen bij zich en vanuit de politie natuurlijk. En dat is uitstekend verlopen, de sfeer was goed. Nou ja, goed met elkaar voorbereid. Ja, ruim 1000 man hier geweest op de Lok, goed voor Tiel? Nee, absoluut. Het is weer een mooie promotie voor Tiel. En zeker als je wint natuurlijk. En nou, leuk voetbal.